grote zaal. Oh, hier zo okay. Is het. Je voelt ook echt waar? Een soort van druk. Ja, ik voel het denk ik. Nou ja, ja, weet ik veel. Voel jij hier wat? Ik zeg al, wij zijn niet van die voelens of... Bedrukkend. Waar we de bands dropten. Ja. En dit is nu de meidenkamer van de meidenkamer van maken. Dus we zijn aan het verven. Ja, het is best gezellig hier. En heb jij al zo lang last van hier? Of is dat van de laatste jaren? Ik zie het niet als last. Nou ja. Ik ben ermee opgegroeid. Hij vindt de laatste tijd dat je wel veel. Het is erger geworden. Het is erger geworden. Maar was het wel vanaf het begin? Ja. Nou ja, angst. Onzekerheid. Ja. Ja. Hé, dan gaan we straks dan dat in het donker doen, hè? Ja. Ik wil ook zo graag willen weten wie je bent, wat het is. Er zit wel fluctuatie in die meeting, dat wel. Ben je een persoon alleen hier beneden? Waarom ben je hier? Jullie, je, ik vind het zo lullig om tegen één iemand te praten als er meerdere zijn. Hij ging hier net ook zien. Je zit daar boven die versterker. Ja. Ja, er zit een box onder. Ja. Maar kijk, het feit dat je natuurlijk dat apparaat hier afgaat, betekent dat de EMF-straling zo al is natuurlijk van die speakers. Dus dat je hier niet op je gemak voelt, is al te verklaren door die boxen die hierom zitten. Weet je, ik zie het. Krijg je ook hoofdpijn van kabels? Ja. Hoofdpijn, geïrriteerdheid, misselijkheid, snel vermoeidheid. Als je echt gevoelig voor bent, vooral altijd spul, dan krijg je er last van. Nou, hij hoeft niet weg. Als diegene wil blijven, mag hij blijven. Als jij die temperatuur moet. Hij is hartstikke welkom. Maar kwaad op de manier hoe hij dat nu wil laten merken dat hij er is, vind ik minder fijn. Maar hij hoeft niet weg. We zijn hier in de gang waarvan de dames zeggen dat ze hier een eng gevoel hebben. We hebben een triggerobject neergelegd hier op de bureaustoel. Het is een detector, metaaldetector. Voor wapens natuurlijk. En we gaan kijken of die hopelijk afgaat als wij straks beneden zijn en de camera hier helemaal alleen in het donker laten. Gaan jullie mee? Ja. Ja. Moet er wat hier? Dan kan je. Die? Met die rotheden hiernaast. Nee, dat is daar niet. Ja, waar richt je hem op? Nergens op. Oh, kijk eens. Gaan wij. Zo. Er zit hier iets. Ergens. Dan zit hier een of andere kabel of zo. Koelkast of zo. Achterkant van die machine. Oh, ik vond het dan doodeng. Is die zo sterk? Is dat zo sterk? De achterkant van die machine, denk ik. Kijk eens. Zo. Dus je loopt er dagelijks doorheen door die straling. Dit is gewoon een straling. Ja. Als je er aan gaat staan, heb je ook. Hij slaat eruit. Nou ja, als je er gevoelig voor bent. Ja, ik geloof. Als je er gevoelig voor bent, wel. Ik wil het zeggen, dat ik hier ook een tijdje sta ook. Ja. Echt lekker. Nee, ik voel het. Maar zie je hem nu? Zie je hem wel meer?
Zelfs hier door het hout heen gaat hij wel iets. Ja. Ik voel het dan heel hard. Ja, misschien als je hier een uren statertje hebt van... En die, ik denk die koeler van de tabo. Ja, is dat makkelijker? Ja, het is het. Niemand heeft het geslaagd. Ja, hallo. Ik zal het zelf zeggen. Ik heb het waaien. Ik heb het niet zo. Ik heb het zo. Ik heb het zo. Ik heb het zo. Ik heb het zo. Van alles voelen en zien. Leuk zien. Ja. Echt. Ja. 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 Laat jullie binnenkort weten of we iets gevonden hebben of niet. Wees niet teleurgesteld als het niets is, maar dan kan ook nog. Oké. Maar dat kan dan ook van de oorzaak zijn van de muziek dat we. Kan. Doei doei. Hoi hoi.